Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag video wat Black Ops 1 gameplay. En vandaag heb ik weer een nieuw episode van een oude serie van mij. En de serie heet Only Use My. En die serie heb ik een tijdje terug, eigenlijk heel lang geleden heb ik het ooit gedaan. En het was eigenlijk een heel succesvolle serie op mijn kanaal. En ik ben er eigenlijk op een of andere reden mee gestopt. Waarom weet ik eigenlijk niet eens. Maar in ieder geval, vandaag is het dus Only Use My Flamethrower. En oh shit, daar zat al iemand achter in dat hoekje. En het probleem is, je ziet al, ik gooi toch granaat. Het probleem is dat je hebt heel weinig, ik weet niet hoe we noemen, benzine zeg maar voor die flamethrower. Dus je zult wel andere dingen moeten gebruiken. Er is geen andere mogelijkheid, ook niet als je scavenger pakt, dan kun je dat niet oppakken. Dus ik ga ook met C4 spelen, met stuns, granaten en met een crossbow, maar ik ga niet met gewone wapens spelen. Dus het is in ieder geval de bedoeling eigenlijk die flamethrower te gebruiken, maar de rest is dus optioneel van mocht het op zijn, ja dan moet ik iets. En waar gaan we heen? En nou is mijn flamethrower al bijna leeg joh. Ik kan misschien 3 kills maken. En dat is echt op zijn max. Als ik gewoon tegen mensen aanloop een beetje. En dan moet ik oppassen als ze me niet niven. Want dat kan ook altijd nog. En zit hij links. Alsjeblieft zegt hij niet. Ah, hij is al dood. Jammer. Gaan we nou trippen? Ja, we gaan triple cap. Jongens, zijn jullie dom? Nou, we gaan het gewoon proberen. In ieder geval, laat alsjeblieft in de comments achter of jullie dit leuk vinden, deze serie. En of jullie ermee verder willen. Want ik vind het leuk om te doen. En kan ik laden dit ding? Volgens mij kan ik dit ding niet meer laden. Volgens mij heb ik alleen nog maar 8. En dan is het op. 8 iets. Ik weet alleen niet wat het is. Gewoon niet van benzine of zo. Maar dit was eigenlijk een heel leuk serie. En shit, dat bedoel ik dus. Ik dacht dat ik nog 1 had, want er stond een eentje bij, maar niet dus. Hoe moet ik oh ja, wacht. L2 natuurlijk. Waar is die klootzak? Waar is hij? Hè? Come on. Oh shit. Nee. Oh, yes. Ik heb een napalm. Ik denk dat is wel toepasselijk. Want napalm is ook weer vuur, weet je wel. Is gewoon de barbecue challenge. En ik weet mijn god niet waar die enemies. Oh shit. Zit er B. Oh, hij is dood. Hopelijk heb ik wel kills met dat ding. Napalm, nee. Weet zeker? Nee. Oké, dit niet. Ja, is goed. Dat is al zo teleurstellend. Hè. Dan heb je eigenlijk een streak en dan kan je hem in en heb je 0 kills. Oh, wow. Dan kan ik iedereen schieten. Niet handig. Oh fuck. Ik heb ook nog maar 1 crossbow ding. Zit er eentje op. Oh, double kill. Ik wil zeggen, zit er eentje op B. Ik zag die andere bijlopen. Ik was even volle concentratie. Ja, dit gaat wel goed komen, geloof mij maar. Ik vind het alleen jammer dat ik niet zoveel van die flamethrower dingen kan gebruiken, want die zijn dan gelijk op. En ik heb al geprobeerd met scams, ik heb al hiervoor al een keertje gespeeld om te testen, zeg maar. En helaas was er geen manier voor om er iets aan te doen. Alsjeblieft zeg dat ik zijn ding kan gebruiken. Yes. Ik heb zijn flamethrower opgepakt. Dit is echt het beste wat kon gebeuren. Ik wou eigenlijk kijken wat er ook overkill was, maar dat was er niet. En ik weet niet of die enemy mij te zien. Er is een blackbird in de lucht. Let's go, yes! Ha! Ik heb die chopper gunner, geweldig. Dit is mijn laatste streak. Ik had niet zo'n heel hoge streak gepakt. Ik had geen dogs en zo gedaan. Maar ik niet verwacht dat ik dat zou halen. Maar holy shit, ik heb gewoon een chopper gunner met die flamethrower. Dit is awesome. Oh, wacht. Zeg eens, please, dat hij niet doorloopt. Oh, eentje B. Nee! Ik heb hem gestukt. Nee, iemand in mijn keel gejat. Ik stukte hem op zijn neus. Oké, dan moet ik oppassen. Zeg alsjeblieft. Ah, hij had mijn kills. Dat maakt niet uit, maar ik heb al zo weinig ammo, weet je. Dus dan ben ik al blij dat ik überhaupt kills kan maken. Godverdomme. Ding is weg. Ik denk, oh nee, enemies. Nee. Oh nee, fik af. Nee, hij was leeg. Ah, dat kun je niet laden. Dat is het probleem. Je kunt dat niet laden. Ik kan zo meteen wel mijn chopper in, maar ah, god, ze gaan nou niet bij me lopen. Dat is zo irritant. Dan heb ik eindelijk kans op kills. En dan lopen ze ervoor. En dan op een gegeven moment is mijn wapen gewoon leeg. En dan zijn ze ineens allemaal weg. Dan kan niemand me helpen. En dan ben ik fucked. Maar als ik daar ook dus mijn flamethrower ammo wil vinden, dan moet ik een Galil zoeken. En er is één Galil van iemand met flamethrower. Dus alsjeblieft dat ik die goed gegooid heb. Nou, nah, jammer. Dat zou wel baas zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik ze zo gooi. Dus het kan wel. Ik was hier naar boven gelopen. Zeg alsjeblieft niet dat hij omdraait. Ja, ik denk, ik ga gewoon met die flamethrower om de hoek. Ja, ik wil zeggen, schiet het, maar dat kan niet, want het is geen vuur. Of ja, het is wel vuur, het is. Ja, laat maar. Ik hou wel gewoon stil. Er komt alleen maar onzin uit mijn mond. Oh god. Oh, ik vind dit echt weer een leuk zin. Dit geeft me echt weer het oude gevoel van vroeger toen ik begon met YouTube. Toen ik eigenlijk nog maar 100 views kreeg, max. Oh god, dit is vet. Nee, kom hier. Barbecue challenge. Nee, ik mag hem niet afschieten. Nee. Ah. Oké, fuck hem. Echt, fuck hem. Ik kan mijn chopper in. Potje duurt niet heel lang. Ik wil wel nog positief eindigen.
Ik ga ervan uit dat dat wel gaat lukken, aangezien ik de dingen heb. Maar ja, dan moeten we wel kills maken natuurlijk. Oh wacht, ik moest niet inzoomen, hè? Anders gaat heel het beeld trillen. Maar volgens mij schiet je zo wel beter. Ja, fuck it, we doen het allebei een beetje sprayen. Het beste was eigenlijk als zij bij A stonden, want dan kon ik ze makkelijker spawn killen. Hier hebben ze nog wel wat koffer, maar kijk maar, niet genoeg. Ze lopen toch wel naar buiten. Juist, dat zien we graag. 16 om 3. Met zowat only flamethrower. Ja, ik heb natuurlijk wel killstreaks. Anders is het geen zak aan, omdat ik geen... ik kan niet unlimited kills blijven maken, zeg maar. Alles gaat bij mij op. En dan heb ik nog geluk dat er één enemy is die ook een flamethrower gebruikt. Dan kan ik die oppakken. Maar ja, die kans dat ik hem steeds tegenkom is ook vrij klein. En het gaat er uiteindelijk om dat het gewoon een leuke challenge is, weet je wel. En ik heb toch de kills... Ik heb toch deze streak gehaald met die flamethrower eigenlijk. En trouwens, ja, C-Force. Oké, ik heb ook C-Force gebruikt. En ja, volgens mij was het enige. Want ik had geen kill met mijn granaat. En die enemy zit langs mij. Ik hoop niet dat ze weten dat ik hier ben. Hopelijk weten niet dat ik hier loop. Oh shit. Hij loopt hier rechts. Hij loopt hier rechts. Alsjeblieft, loop niet tegen die deur aan. Hij is hier nog. Juist. Dit is mijn kill. Dit is mijn kill. Juist. Ja, hoppakee. Zuiver. Mooi, mooi. Mooi, mooi. Oh, daar iemand. Nee. Oh, geknifed. Ik haat knives. Ik vond het juist super goed dat in... welke Call of Duty was dat? In Black Ops 2, denk ik dan. Dat je helemaal niet kon knifen. Dat vond ik echt fantastisch. Want ik haat knifen. Ik vind knifen echt voor de zwakke mensen. En ik vind dat het ook niet goed moet zijn. Het moet echt heel slecht zijn. Dat vind ik zelf het beste. Dat is mijn mening. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik ook gewoon slecht ben met die dingen. Dus dan moet ik iets verzinnen natuurlijk. En die enemy... Oh shit, daarboven. Ja, de ghillie shoot. Dan heeft die sniper als het goed is. Of nee, hier hoeft dat niet. Hè. Hier hoeft dat ook niet. Dat waren alleen de echte oude Call of Duty's waar je echt... Als je een flamethrower had... Of een flamethrower... Wat zeg ik nou? Als je een ghillie shoot had, dan had je standaard een sniper. Dat was bij de oude Call of Duty's. En ik zie hem al staan. Hopelijk gaat hij af. En dit is heel gewaagd. Come on. Oh, hij had me niet eens in de gaten. Nee, dat was mijn kill. Hij had me niet in de gaten. Ik dacht dat hij wel wist dat ik eraan kwam. Dat ik in die claimer liep. Ik had hem al gezien, die claimer. Ik denk, laat hem even afgaan. Want anders moet ik erop schieten. En ja, ik weet niet wat handiger is. Oh, ja, ja, ja. Ja, ik zie nog iemand. Nee. Nee, ik mag hem niet killen. Godverdamme. Dat is zo irritant, hè. Dat je denkt, ik kan hem afschieten. Nee, ik mag niet schieten. Stop je er snel met schieten. Ik heb gelukkig nog niemand doodgeschoten. Want anders faal ik de challenge. Anders ga ik de hele tijd schieten natuurlijk. Oh shit. Alsjeblieft zeg dat ik die shit ver genoeg kan gooien. Oh, dat is ook niet helemaal zoals gepland. Ik hoop dat ze ook naar buiten komen. Dat zou wel grappig zijn. Alsjeblieft zeg dat er iemand naar buiten komt. Ah, dat is sad. Tech insert. Serieus, maat. Waar kom jij vandaan? Van welke inrichting? Ik denk toch dat er hier nog iemand boven is. Trouwens, het team is het boven, als het goed is. Nee, ik kan zeggen sterf. Hoezo kan ik eigenlijk zelf niet afvikken? Dat is op zich wel positief, maar anders. Dan weet ik zeker dat ik echt al vaak dood was geweest. Oh, we zijn aan het winnen. Dat is ook nog eens mooi. We zijn ook nog aan het winnen ook. En er zit er iemand heel hard te campen, denk ik. Oh, zit er iemand rechts van mij? Maar man, ik gooi hem hier gewoon naar binnen. Ik weet niet of er iemand zit. Ik kan dat ding hacken. Nee, hij is al kapot. Ik kan dat ding hacken, want ik heb een perk die heet hacken. En dan kan ik ze overnemen, zeg maar. Dan zijn ze voor mij. Alleen hij rookt al. Dus waarschijnlijk was hij toch kapot. Of zou hij er toch binnen 2 tellen zijn. Dan denk ik, nou ja, laat maar. En er staat er een enemy. Ik heb... Nee, shit. Oh, yes! Ha! Mooi. Nou, we hebben onze crossbow nog. Laatste wat we in huis hebben. Oh, shit. Nee, hij liep net weg. Nee. No. Ja, sorry. Daar moet je dan maar... Ah. Nou, even dat vind ik ook nog wel kunnen, maar ik schoot die ander niet af. Heel snel zijn, heel snel. We hebben nog 1 punt. Zeg alsjeblieft dat ik überhaupt nog 1 kill kan maken met mijn... Nee! Helaas, 30 om 6. Met de flamethrower. En wauw, ik vond het echt een leuke match. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, laat een like achter. En laat alsjeblieft merken dat jullie deze serie leuk vinden. Als je het leuk vindt tenminste. Hè. Dus wat ik daarmee bedoel is gewoon in de comments zetten van Dennis. Wij vinden het leuk, willen er meer zien. En hij heeft ook een flamethrower trouwens. En natuurlijk aan de likes, dat is het makkelijkste. Dus thumbs up. In ieder geval, als je het leuk vond, dus laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Maar weer. Ha.